Ik zoek naar een goede rijschool. Voor mijn rijschool Danny. Je kan me checken op www.rijschooldanny.nl. En op alle socials, rijschool Danny. Vandaag zijn we met... Hi guys, mijn naam is Marwa Omari. Jullie kennen mij misschien als de zus van Selma Omari. Hoi, ik neem nu weer de vlog van Selma over. En ik ben samen met... En wat draai Hey guys, ik ga vandaag iets heel grappigs doen. Ik heb een jaar geleden mijn rijbewijs gehaald bij rijschool Danny. Hallo. En hij is een vlogkanaal begonnen waar hij oud-studenten uitnodigt om opnieuw rijexamen te doen. Om te kijken of hij het nu alsnog zou halen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk het wel, want ik ben echt veel beter geworden. Yes. Oké. Okay. Nou, ik weet, spiegels staan goed. Dat is toch de eerste check. Ja, toch? Oké. Okay. Ja. Of weer omhoog, zeker. Yes. Wat denk je zo? Het is een andere auto, hè? Mijn auto is mijn auto is gewoon ouderwets. Oh, echt? Ja, dat druk. Ik hoop dat je ook opmerkt dat ik die na-controle doe. Ja. Ik ben precies niks vergeten. Dan denk ik. Kijk. Kon het maar tijdens het examen bij CBR. Kon je maar zeggen van, zie je dat ik dat doe? Ja. Zie je dat ik dit doe? Je moet niet boos worden als ik ga ingrijpen, hè? Oh, ik ga niet ingrijpen. Oké. Okay. Waarom grijp ik in? Kijk, het is fietspad, maar je moet begrijpen. Ik heb al gezien dat helemaal niemand komt. Okay. Maar we zitten... Oké, wacht. Wat heb je gemist? Wat heb je gemist? Stopbord. Ja, oké. Okay. Ja. En wat houdt een stopbord in? Dat je moet stoppen. En? Ja. Of rollen of stoppen? Echt stoppen? Ja, stoppen. Echt stoppen. Oké. Okay. Ja. Ik wou het niet doen. Oké. Ik zou nu al gezakt zijn bij TWR. Ik weet het niet. Ze kijken meestal naar heel de rit. Dus, maar kijk... In het dagelijks leven zie je toch dat er niemand aankomt. Oké, ik moet even bedenken. Dit is niet het dagelijks leven. Ik ben examen aan het doen. Oké, we gaan opnieuw beginnen. Dat was jouw... Knippen dit eruit? Ja. Misschien. Oké. Naar links of naar rechts? We gaan naar links. Had je hem echt niet gezien? Ik had hem wel gezien. Tuurlijk had ik hem gezien. Maar je reageerde er gewoon niet ik op. Omdat ik hem... Ja. Omdat hij krom is, hè? Ja, laten we het daarop houden. Oké. Maar ja, zag ook dat er helemaal niemand kwam. Maar kijk, het klopt natuurlijk niet. De echte regel is je moet gewoon altijd stoppen, ook komt er niemand. Klopt. Nou, je weet het wel. Ja. Maar toen had jij die truc gegeven van je moet ver van tevoren al gaan kijken of er iemand aankomt. Dus niet pas op de rotonde. Ja, want dan kan je ook eerder wat met die informatie doen. En dat doe ik nu nog steeds. Ja? Ja. En als jullie gaan stappen, jij met je vriendinnen, mm-hmm. Ben je de Bob? Op vakantie was ik sowieso de Bob, omdat ik niemand vertrouwde om te rijden. En ik zei het net ook al, maar ik rij wel gewoon heel veilig altijd. Ja, door wie? Ja, door jou. Dus niemand vond het ook eng om met mij in de auto te zitten in Spanje of in Griekenland, hè? En in Griekenland waren de wegen waren op een eiland. En dat eiland had dus zeg maar best wel aparte wegen. Chloe, it's not my fault, not my fault! Oké. Dus dat ging ook wel aardig goed. Zijn er nog dingen wat je denkt van soms, hier twijfel ik nog over? In Amsterdam. Ja, standaard. In Amsterdam krijg ik altijd... standaard stress van alle fietsers. Ja, dat begrijp ik. Ik heb ook een keer bijna een fietser aangereden en ik heb me daar echt super schuldig om gevoeld. Ik reed in mijn zusjes auto. Zo. En ik zag hem niet, maar ik weet ook gewoon niet wat er in Amsterdam is, maar Sel zag hem dus wel. Mm-hmm. En Selma die zei op een gegeven moment keihard stop en daardoor stopte ik gewoon meteen. En hij reed door. Maar een anderhalve week later of zo hadden wij een afspraak. In Amsterdam. En toen was iemand van de productie bij die afspraak. Die zei dus, hey Selma, jij rijdt toch niet in die auto? Jij hebt mij vorige week, anderhalve week bijna aangereden. En Sel die zegt, nee dat kan niet. Ik rijd, zeg maar, zij rijdt echt goed. Zij ziet alles, hè. Dus zij ziet echt alles. En toen zei hij, ja, daar en daar. En toen zei ik, nee. Dat was ik. En echt oprecht, ik zit er echt al 2 weken gewoon mee. En ik, zo toevallig. Ja, echt zo. Ik kreeg een kans. Om excuses aan te bieden.
En ik heb toen sorry gezegd, want ik voelde me echt heel naar erover. Want toen het bijna gebeurde, hij fietste gewoon meteen weg. Zeg maar, waarschijnlijk dacht hij er niet eens over na of zo. En toen hij het mentionde, toen wij daar waren, zei hij het gewoon heel lacherig van, hey, dit gebeurde. Maar ik heb er echt mee gezeten en hij accepteerde mijn excuses gelukkig. Dat is wel, hij zei, er is echt niks aan de hand. Maar ik vond het gewoon echt heel naar. Ik heb ook echt gewoon heel de dag daarna, de dagen daarna echt gedacht van, als ik gewoon... Ja, als Zelda niet zat, wat dan? Had ik hem dan wel gezien. Hij heeft het je vergeven, toch? Ja, hij heeft me vergeven, gelukkig. Deze situatie heeft iedereen gehad als ze hun rijbewijs hebben gehad. Mm-hmm. Ik ging altijd zeggen tegen mijn kandidaten van, hey, binnen buiten naast je. En dan denk je, ja, binnen buiten naast je, dan doe je het even snel. Ja. Maar je hebt een moment gehad dat je echt schrok dat er iemand naast je reed. Ja. Ja. En sinds die moment ben je echt beter gaan kijken. Ja, ik heb dit echt gehad. 100%. Ja? Wanneer heb je dat gehad? Ik heb dat gehad met die fietser. Toen ik gewoon oprecht zag dat ik hem gewoon niet zag. En toen dacht ik, je kijkt niet goed. Juist. En toen ging je jezelf gewoon corrigeren. En nu, nu kijk ik echt door die situatie extra, toch? Ja, klopt. Omdat ik me ook gewoon heel naderig voelde. Want wat als het gewoon, als Cel niet had ingegrepen, of als Cel niet keihard stop had gezegd. Zij heeft mondeling niet ingegrepen. Kijk, ik had hem sowieso nooit hard aangereden, want ik kwam van een rotonde. Okay, dus dat ging sowieso. Ik reed al iets van 10, 15 kilometer per uur. Dus hij had het sowieso overleefd. Maar ik had hem wel gewoon geraakt, eventueel. Hè? Ja, dus dat is gewoon geen fijn gevoel. Ja. En sinds die dag dacht ik echt, nee, dit is gewoon niet oké. Want als ik nu gewoon echt goed mijn dode hoek had gecheckt, dan was dit gewoon niet gebeurd. Ja, klopt. Dat had ik ook aan het begin. Ja. Had ik een keer op de snelweg, dus ik aan het rijden. Mm-hmm. En ik keek gewoon binnenspiegel, buitenspiegel. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, laat me gewoon gaan. Yeah. En toen wou ik gaan en toen keek ik nog een keer, maar toen keek ik naast me en toen schrok ik. Ja, ik deed echt dit met ziel. Woep. Gewoon weer gelijk terug. Maar dat is de situatie die er echt, want sinds die dag, echt oprecht Danny, mijn kijken is zoveel verbeterd. Nu kijk ik ook gewoon bewust, want ik weet ook gewoon dat ik eerst had van, oh, binnen, buiten, de roep, weet je, klaar. Ja, precies. Procedure. Procedure inderdaad. En sinds die dag is het bij mij gewoon echt, nee. Was dat kort nadat je rijbewijs had? Het was volgens mij... Want ik had nadat ik mijn rijbewijs had, had ik ongeveer een maand, anderhalf maand later pas mijn auto. En het was volgens mij 3-4 maanden daarna of zo. Oké. Oké, ik ga hier niet in, maar weet je wat? Kijk jongens. Je hebt niks gezegd en geen gehoor is rechtdoor en ik dacht al wat gebeurt. Ja. Kijk. Nou, het zal zijn gezakt. Ik wist het. Is dit de booby trap? Ja, dit was een booby trap. Daarom was ik zo stilletjes. Ja. Yeah. Want kijk, daar kunnen we niet naar links. Ja. Yeah. Dus kan je hier beter naar rechts en dan gaan we zo. Dan komen we daar aan het einde en dan kunnen we wel naar links. Kan. Maar iets anders kan ook. Wat dan? Je laten zien. Maar daar is een bord dat je niet mag keren, hè? Ja, weet ik. I think I know more. Oh, ik ga daar ook niet keren. Oké, ik ben benieuwd. Anders rijden we onnodig die straten uit. Dus je mag hier naar rechts, daar bij dat licht. Mm-hmm. En dan mag je daarna wel meteen een U-turn doen. Oké. Nou, heb ik ook wat geleerd, jongens. Zie je, zo leer ik ook weer wat. Hai, ja. Vader ligt daar. Oké, Marwa. En? Ja, voor mij ben je gewoon geslaagd. Maar voor jouw gevoel. Voor mij ben je gewoon geslaagd. Maar ik weet het, die booby trap en het stopbord. Wat vond jij zelf? Vind jij dat je gewoon goed vind dat ik goed heb gereden. Kijk, als ik naar heel de rit kijk, vind ik gewoon dat je goed hebt gereden. Ik rijd veilig. Ja. Ik kijk goed. Ja. Alleen ik ben gevallen voor een booby trap. Twee, hè? Nee, die eerste was geen booby trap. Die eerste telt niet mee. Waarom net een uitrit op? Ja, die eerste telt niet. En daarnaast was het gewoon fully safe, hè? Als ik naar heel de rit kijk, jongens, dan is het gewoon geslaagd. En
ja, ze doet alles. Twee handjes op het stuur. En ze kijkt ook heel goed. Dus als je haar ziet rijden, wees niet bang. Het is wel leuk, want zeg maar, ik heb wel les van jou gekregen. Klopt. Dus zeg maar, deze hele reeks ga je dit met meer mensen doen. Ja, maar ja. Ik heb wel echt les van jou gehad. Dus maar, je kan nu soort van zien wat jouw student nu op de Jij bent mijn prodigy. Ja. En ik vind het leuk om te horen dat jouw mensen ook zeggen tegen jou van ze voelen zich veilig. Nou, ja. Ja. Dankjewel ook. Want dat betekent dat ik mijn best heb gedaan. Ja, echt praktisch iedereen vindt dat ik gewoon veilig rijd. Dus ik zou zeggen, kom je rijbewijs halen. Maar als je binnen 40 minuten in Amsterdam wil zijn, moet je niet bij mij zijn. Nee, nou, dan moeten we ze allemaal bellen. Ja, toch? Nee. Ja, nee, daarom. Dus als je veilig wil leren rijden, Danny is het. Yes. Ik zie jullie. Later eens. Hey guys, zoals jullie op mijn vorige story kunnen zien, heb ik mijn rijbewijs gisteren gehaald bij Rijschool Danny. So I'm super happy. Ik raad deze rijschool echt enorm aan. Ik heb het ook echt alleen maar gehaald, ook gewoon binnen een maand, dankzij hun gunningsfactor. Zij wilden niet per se super veel lessen, het ging er gewoon om. Examen is dan, jij gaat hem dan halen. Dus ik raad ze echt enorm aan en send hem een DM en tell them I sent you. En ze maken ook een leuke deal voor jullie. Deel het met iedereen, met je familie, vrienden. Blijf me checken voor die lange rijlessen. Ik zie jullie snel.